Deze auto is beschikbaar gesteld door Blanket Shorties. Vandaag rij ik in deze vernieuwde Alfa Romeo Giulietta Supersport. De auto is voorzien van een 1.4 liter benzinemotor met daarbij 170 pk, 250 Nm en een turbo. En dat alles doet deze auto in combinatie met een 6-traps automaat. En deze automaat heeft ook flippers aan het stuur. Door zijn 1.4 liter benzinemotor met 170 pk is het een hele krachtige motor. En doordat Alfa Romeo een goede combinatie heeft gemaakt met het sturen en het rijgedrag van deze auto, heeft deze auto een goede wegligging. De auto heeft een mooi interieur, er zijn mooie materialen gebruikt. Het is daarnaast ook heel erg netjes afgewerkt. En het heeft een lederbekleding van een cognac-achtige kleur. En in combinatie met het dashboard is het gewoon een hele nette uitstraling. Het multimedia systeem is ook van alle gemakken voorzien. Er zit een duidelijk navigatiesysteem in verwerkt. Er zitten onderaan allemaal favoriete knoppen, waaronder je radio, je media, je telefoon en natuurlijk je navigatie. En het touchscreen wat er dan eigenlijk in deze multimedia systeem is verwerkt, werkt ook heel erg goed. Je hoeft het heel eventjes aan te raken en je krijgt ook daadwerkelijk heel snel het beeld tevoorschijn wat je ook graag wilt zien. Nou, wat ik al in het begin van de video zei, is dat deze auto ook voorzien is van flippertjes aan het stuur. Hiermee kan je natuurlijk schakelen en daarmee kun je ook altijd je beide handen aan het stuur houden. En dat zorgt natuurlijk voor veiligheid. Niet alleen flippers aan het stuur, maar ook knoppen om bijvoorbeeld de volume te regelen voor je radio of naar een volgend muziekstuk te gaan. Alles zit heel erg binnen het handbereik. En het is ook allemaal heel erg makkelijk te bedienen. Aan opbergmogelijkheden ook geen gebrek. Want er zijn genoeg opbergmogelijkheden om daadwerkelijk ook je spulletjes kwijt te kunnen. Hier in het middenarmsteun zit een vakje waar bijvoorbeeld je zonnebril in kwijt kunt of wellicht eventuele pasjes. Als je dan op de achterbank kijkt, dan kun je in het middenstuk een verborgen vakje naar buiten halen. Daarmee kan je ten eerste je armen opleggen als je achterin zit. En als je dan nog aan een soort van een klein koordje trekt, dan komen er ook bekerhouders tevoorschijn. Dus dan kan je ook je flesje of wat dan ook daarin zetten. Je hebt als bestuurder zijnde en als passagier zijnde genoeg beenruimte en ook genoeg ruimte om daadwerkelijk te kunnen zitten. En wanneer je dan ook met 5 personen in de auto zit, heb je ook nog voldoende opbergmogelijkheden in de kofferbak. Dus je kan heel wat spulletjes meenemen als je bijvoorbeeld een dagje weggaat. Voor degene die voorin in de auto zitten, dus de bestuurders zijnde en de medepassagier, zij hebben in hun stoel ook nog een extra ondersteuning. Deze ondersteuning die kan je naar wens instellen. Dit gebeurt allemaal volledig elektrisch. En deze ondersteuning zorgt voor ondersteuning in de onderrug. Dus wanneer je graag wat meer vastigheid wilt in je onderrug, dan kun je dit zelf bedienen en kun je steviger zitten. Nou, doordat er natuurlijk een extra ondersteuning zit voor je onderrug, zit je heel erg comfortabel, maar dat is niet het enige. Want deze auto heeft sportstoelen. Die sportstoelen die zorgen er natuurlijk voor dat je heel erg strak en recht blijft zitten in de auto. Dus wanneer je bijvoorbeeld snel door de bocht heen gaat, is dat je niet uit je stoel kan vliegen. Dat zorgt voor een comfortabele zit. En zo kun jij heel wat kilometers maken in deze Alfa Romeo. Als we dan kijken naar het exterieur van de auto. Deze auto heeft een Nero Etna lak. En dat is een soort van een bruin, zwartachtige kleur. En vooral in deze zomerdagen komt deze kleur heel erg goed tot zijn recht. Het is echt een hele mooie kleur. En in combinatie met een sportieve uitstraling, mede dankzij door zijn lichtmetalen velgen en zijn sportieve voor- en achterbumpers, is het gewoon best wel een stoere bak om te zien. Nou, wanneer je natuurlijk een lange of een korte rit hebt gemaakt, en dat maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit, wanneer je dan moet inparkeren, dan zitten er ook parkeersensoren op deze auto verwerkt. En deze zitten aan de voorkant, deze zitten aan de achterkant van de auto, maar ook een beetje aan de zijkant. Dus je hebt eigenlijk rondom de auto ondersteuning die jou helpt bij het inparkeren van je auto. Nou, en het is natuurlijk een Italiaanse auto, dus het heeft natuurlijk ook zijn Italiaanse charmes. En niet zijn Italiaanse charmes, maar er zijn ook een paar aantal Italiaanse woorden verwerkt. En één woord is benzina, dat is eigenlijk het makkelijkste om ook eventjes uit te spreken. En dat valt eigenlijk meteen op wanneer je ook daadwerkelijk de auto start.
bij de, gewoon de normale andere auto staat er natuurlijk benzine. Zou je nou meer informatie willen over deze auto of zou je deze auto wellicht voor een paar maanden willen leasen? Dan kun je contact opnemen met Blanket Short Lease. Nou, deze gegevens zal ik onderaan in de beschrijving vermelden. En vond je dit nou ook een informatieve video en zou je wellicht meer video's willen zien? Abonneer dan meteen op mijn kanaal om ook daadwerkelijk op de hoogte te blijven. En volg mij ook op Facebook, Twitter en Instagram.